Leuk. Hoeveel shows heeft Wimmy voor jou? Ja, Wimmy heeft de afgelopen 14 jaar mijn shows geregisseerd, 5 shows. Maar wat enorm gemist dan nu voor jou? Enorm. Ja, want je hebt natuurlijk, het was sowieso een hele goede vriendin van Marco, mijn man en mij. Ja. Maar ook gewoon ja, je sparringspartner en gewoon het hele proces van het maken van zo'n voorstelling. Want ik sta natuurlijk solo op toneel, ja. Weet je wel. Ja. Dus je hebt geen feedback van je tegenspelers. Juist, dat vind ik ook zo knap dat de regisseur in jouw geval dat kan als je alleen staat. En die zegt dan, ja, wat ga je dan doen? Dan ga je gewoon je conferentie doen en zij gaat zitten kijken en ze zegt... Nou ja, we beginnen eerst met een lijst met ideeën. Dus ik zei, nou, ik heb een idee voor hier een conferentie over, daar een iets over. Ja, de grootste gedeelte van de voorstelling is bij mij aan de keukentafel gemaakt. Ja, ja. En dan zegt zij, nou, hartstikke leuk idee, gaan we niet doen. Of ze zegt, hartstikke leuk idee, maar het mist nog even wat diepgang. Ja. Of, hartstikke leuk idee, maar ik vind het een beetje te larmoyant, te klagerig. Er moet even wat grappen tussendoor. Maar daar dus... moet je het wel mee eens zijn. Of ga je dan in conclave? Ja, ik ging ook wel eens in conclave. En heel vaak dan deed ik dan toch, als ik zeker wist van, nou, die grap gaat werken, dan deed ik het. En dan gaf ze dat ook wel toe. Ja. Maar het was ook wel eens zo dat ze dan na 13 voorstellingen zei van, wat denk je er zelf van, Arie? Zullen we hem eruit halen nu? Dus dan haalden we hem er wel uit. Maar ja, Wimmy was mijn grote vriendin en het is een enorm gemis. Maar zij was van niet piepen en doorgaan, dus dat doe ik dan ook maar. Maar ik weet op dit moment even niet hoe ik het nu aan moet pakken qua volgende voorstelling. Maar komt tijd, komt raad, zei mijn oma altijd. Maar ik begrijp, je volgende voorstelling heb je al wel met haar doorgenomen? Ik heb inderdaad dus de afgelopen 2 jaar al een titel tegen haar aangehouden. Wat denk je van een lied over dit? Wat denk je van een conferentie over dat? Nou, 20 grappen, ook grappen van haar. Dus ze zal ook de volgende voorstelling... Is ze erbij? Ja, dus ik kan me bijna voorstellen dat ik misschien bij een volgende voorstelling een soort eindregisseur heb. Nee. Dus dat ik met wat ik met haar heb gedaan en besproken al maak. En dat ik dan met een eindregisseur verder ga. Ja. Sorry, misschien schiet ik het toch een beetje van. Oh, maar goed, ga verder.